Ik heb nog alleen maar zo'n Zwarte Pieten kostuum. Ik ben een Zwarte Piet. Dat mag ik toch wel zeggen op de YouTube. Ja hoor. Ja. En als je dat racistisch vindt, moet je lekker iets anders gaan kijken. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. We staan hier bij Koestel For You. En ik dacht, we gaan een leuk itempje draaien, maar het is ook tijd voor nieuwe mensen. Een beetje frisse, jonge wind. Zo, dat was fris en jong. Hallo. Hoi. Dit zijn Aaron en Bryson en zij gaan het van mij overnemen. Heb jij al vragen? Nee. Heb jij al vragen? Ik heb een aantal vragen voorbereid, ja. Oh god, oké, hier. Jij mag hebben. 3 regels. 1. Niet mensen bewust beledigen. Ja. Niet mensen bewust voor lul zetten. En lepelen. Zo. Oké. Ja? Oké, succes. Ja. Oké. Hallo. Welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag zijn we bij het event in de Koestel, Koestel For You. En vandaag gaan we beleven wat hier gebeurt. Ja. Ja, is dat goed? Hallo. Jij kijkt naar een nieuwe podcast. Vandaag zijn we bij Koestel For You. Ik ben Bryson. Ik ben Aaron. En vandaag gaan we kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Mogen we jou eens vragen stellen? Ja, nee. Oké. Zie je? Iedereen haalt ons nu al. Oh, daar is Anna. Kom, we gaan Anna interviewen. Hallo. Hi. Wat doet u hier zoal op dit event? Nou, ik ben net aangekomen. En ik ben hier eigenlijk voor de kinderen natuurlijk. Om met de foto te gaan. En om het leuk te hebben. Waar is Elsa? Ja, die heeft een beetje griep. Oh, oké. Wat kunnen wij hier gaan doen? Jullie kunnen hier graffiti spuiten. Ik geef een workshop voor de kinderen vanaf 8 jaar. Zodra er een plekje weer vrij is, want ze zijn nu allemaal bezet. En dan kunnen jullie een bord gaan spuiten. Hallo. Wat wil jij worden, Aaron? Een beer. Nee, wacht nou even. Ik ben met water bezig. Hallo. Hi. Wat doet u hier zo als u hier zo rondloopt met dat gekke bord in uw handen? Het is een schild. Ik ben een cosplayer en cosplayers die verkleed zich als karakters uit films, tv-series en comics zoals Spider-Man. Vinden de kinderen het een beetje leuk? Zeker. Het ziet er wel een beetje gek uit, of niet? Zal ik een hakenkruis maken? Nee, doe maar niet. Kijk, die jongen doet veel te veel zwart. Zo, ja, dat is niet mooi. Ja, dat hebben wij niet. Nee, het is geen oude kleding. Hij valt op jongens, hè, die achter ons staat. Hij is homo. Nou, dat kan toch? Dat kan toch? Iedereen kan iedereen zijn. Meisjes kunnen lesbisch zijn, jongens kunnen homo's zijn. Precies, ja, zo is dat. High five. Yes. Ogen dicht. Je wordt een deer. Wie is die knuffel? Toothless, oftewel tandloos uit de film Hoe Tem je een Draak. Oké. Meneer, zijn we al bijna de beurt? Hier is al bijna klaar en daarachter is ook bijna klaar. Yes. Ga nog even zitten. Ja. Ik ga een jabbery van me maken. Hier, je hebt er nog een je. 21, 22, 23, 24. Nou, ik ben maar met z'n twee. Ik ben er maar weer klaar. Heb je al eens van Greg en Men gehoord? Ja, heel erg. Fuck, ik heb ook een vriendje van mij. En die mag ook zo straks blijkbaar achter een plaat draaien van onze opa. Dat is wel tof hoor. Ja, ik mag er ook straks achter draaien. Ja, ga je zo meteen hakken? Volgens mij wel, ja. Volgens mij wel, ja. 25, 26, ja, 27. Ja, het is wel goed. Ik ben Jeffrey Schreuder. En ik ben een Zwarte Piet. Dit duurt me allemaal veel te lang. Ik ga gewoon lekker spuiten. Tadaa! Rennen jongens! Ren! Ik heb nog alleen maar zo'n Zwarte Pieten kostuum. Ik ben een Zwarte Piet. Dat mag ik toch wel zeggen op de YouTube. Ja. En als je dat racistisch vindt, moet je lekker iets anders gaan kijken. Hallo buurvrouw. Hi, Bryson. Ja. Buurvrouw, dit is Aaron. Hi, hallo. Aaron, dit is mijn buurvrouw. Oké. Waar zijn we en wat doen we hier? Wij zijn bij Koestel For You. Wij zijn hier om te feesten en lekker bij elkaar te komen. Waar krijgen jullie geld van om zoiets te organiseren?
van de gemeente. En waar haalt u de tijd vandaan? Ja, ik maak hier tijd voor. Geen vragen meer. Aaron heeft geen vragen. Nee. Aaron is zwart. Waarom rapper Boef? Waarom Lil Kleine als je ook Gregaman hebt? Weet je ook niet meer. Het is toch keihard? Wat vind je van Gregaman? Ik vind hem heel goed. Zijn muziek ook. En ik hoop dat hij nog meer van die leuke muziek gaat maken. Wat vind je van het event zelf? Ja, ik vind het een hele aardige event. Het event. Ja, leuk. Wat is je meest beluisterde nummer in van alle nummers die je ooit hebt gemaakt? Ik denk zelf dat dat Moves is. We zijn er zelf niet zo heel tevreden over. Waarom maakt hij eerst christelijke muziek en nu ineens over vrouwen en andere dingen? Over vrouwen? Welk nummer gaat over vrouwen? Ik zeg je meisje, laat me die move eens zien. Want je staat zeker nog niet in de top 10. De dingen die je... Nou, dat weet ik niet. Ik ken jullie nummers niet, maar... Oké. Maar wat wou je precies weten? Waarom? Schrijf de vraag niet zo goed, want dat ik maak muziek, ja. Dat is content. Hè? En heb je een beetje groepjes? Groepies? Ja, ik denk dat we hebben heel veel groepies. Voor mij zag ik er net ook een paar staan. Ja, dat zou best kunnen, ja. Oké. En jullie, hebben jullie ook groepies? Ja, heel veel. Okay. Heel veel groepies. Heel veel, ja. Het kerkelijke en de dingen, dat was eigenlijk, had ik gezien. En ik wou commercieel, dus ja, toch kijken wat... Kijk, in de kerk zeggen ze al gauw, het is goed en het is leuk. Maar zeg maar in het commerciële, dan word je wel eens ook afgezegd, ja, slecht en dit en dat. En ik wou kijken hoe goed mijn talent is, weet je wel. En daarom ben ik commercieel gegaan, dus voor het grotere publiek. Laat maar gaan ook. Het was wel heel leuk vandaag, Aaron. Ja, was super. Wat vond jij nou het leukst vandaag? Ik denk schminken. Die piemel daar op dat bord, nou, die vond ik toch wel echt... Zal hij nog opzitten? Nee, ik zie hem niet meer. Nou. Bedankt voor het kijken. Laat een likeje achter en tot de volgende podcast. Bedankt voor het kijken.